Op dit moment gaan de laatste stembureaus dicht in Frankrijk. De ogen zijn gericht op Marine Le Pen van het Front National. Zal zij opnieuw grote winst boeken in deze tweede ronde van de regionale verkiezingen? Straks de eerste prognose en verder in het nieuws vandaag. In Groningen worden de eerste kwetsbare huizen verstevigd. En van de Hollandse zuinigheid is weinig te merken als het gaat om kerstinkopen. Goedenavond. Grijpt het rechtspopulistische Front National de macht in de Franse regio's? Op dit moment sluiten de stembureaus voor de tweede ronde van de regionale verkiezingen. De eerste voorlopige uitslagen worden bekendgemaakt. Bij de eerste ronde vorige week werd het Front National van Marine Le Pen de grote winnaar met 30% van de stemmen. Je ne fais pas de prédiction, je ne fais pas de prévision. J'espère juste que les Français ne se laisseront pas voter leur espérance par cette gigantesque campagne d'insultes, de calomnies, d'outrances et de peur qui a été développée par l'UMPS dans les derniers jours. Die twee partijen hebben een ongebruikelijke coalitie gesloten om tegenwicht te bieden aan het Front National. In een aantal regio's heeft de socialistische partij van president Hollande zich teruggetrokken, omdat ze daar kansloos zijn. Linkse en gematigde kiezers kregen het advies op de conservatieve partij van oud-president Nicolas Sarkozy te stemmen. Frankrijk is verdeeld in 13 regio's, vergelijkbaar met de provincies in Nederland. In 6 daarvan haalde het Front National vorige week een meerderheid. In de noordelijke regio Calais-Picardie, waar Marine Le Pen zelf kandidaat is, kreeg de partij 42% van de stemmen. Datzelfde gebeurde in de zuidoostelijke regio Provence-Alpes-Côte d'Azur. Daar voert haar nicht Marion Maréchal Le Pen de kieslijst aan. En het is nu de bedoeling dat we eigenlijk even met Ron Linker gaan praten, maar hopelijk krijgen we straks de verbinding voor elkaar. Er is een hoge opkomst geweest bij deze verkiezingen en het lijkt erop te wijzen dat veel linkse kiezers dus gevolg hebben gegeven aan de oproep op de conservatieve partij van oud-president Nicolas Sarkozy te stemmen. Het is een beladen en spannende dag voor Frankrijk. Vanwege de verkiezingen en vanwege die nog alles overheersende aanslag. Precies een maand geleden vermoorden moslimterroristen 130 mensen in Parijs en ze verwonden er meer dan 350. Nog steeds komen Parijzenaren en toeristen naar het Bataclan Theater om de slachtoffers te herdenken. Je trouve que c'est toujours un peu difficile quand même. La plaie n'est pas vraiment refermée. Je pense qu'il faudra un moment, malgré tout. Die angst en onzekerheid heeft ook zijn weerslag op de verkiezingen. Je vote les extrêmes, là je vote Front National. Au deuxième tour. Vous avez toujours ou Non, c'est pour. Parce que j'estime que c'est pas du socialisme qu'il y a à l'heure actuelle. Zo denken veel Fransen. En dat zou kunnen betekenen dat het Front National het ook voor het zeggen krijgt op regionaal niveau. Tot dusver hebben ze alleen politieke macht in enkele middelgrote steden. Ja, en hopelijk dus straks contact met correspondent Ron Linker. De grens dicht, dat zie je steeds vaker in Europa. In Oostenrijk en Hongarije bijvoorbeeld. En ook Frankrijk controleert sinds de terreuraanslagen in Parijs streng. Dat heeft gevolgen aan de grens tussen België en Frankrijk. België en Frankrijk was altijd open, maar is sinds kort geblokkeerd. Frankrijk heeft landweggetjes naar België afgesloten met containers, zoals hier in Alveringem. Wel, die container staat hier op vraag van de Franse gendarmerie. Zij hebben opdracht gekregen om de grensovergangen in België en Frankrijk te bewaken, overal. En daarom zijn ze verplicht om enkele zijwegen af te sluiten. Ze hebben onvoldoende manschappen om elke zijweg te bemannen. Dit is het nieuwe Europa. Grenzen die altijd vanzelfsprekend open waren, worden nu scherp gecontroleerd. In Alveringem, even verderop in het centrum, staan Franse gendarmes 24 uur per dag te controleren. Ze willen paspoorten zien, lading, zelfs boeren moeten stoppen. Dat is geen probleem, maar zo dan wel overal moeten doen. Nee. En wat toe kan je door, hier kan je niet door. Oh ja, je kunt wel door, maar hoe? Ja, ik kan niet meer zeggen wanneer dat geleden is, maar het is al een hele tijd geleden. Dus we hadden niet gedacht dat het ooit nog zou anders zijn, maar ja, het is gewoon nodig. Hè. Ja. Waarom? Waarom? Ik denk dat we toch vanaf willen van die terreuraanslagen in heel Europa. Nog iets verderop, bij een belangrijke grensovergang, nog veel meer hinder.
Hier en op andere snelwegen naar Frankrijk staan tegenwoordig de hele dag files. Van een half uur tot een uur door de extra grenscontroles. Belgische vrachtwagenchauffeurs zeggen dat die veel geld kosten. Maar klagen doen ze niet, want het is voor de terreurbestrijding. Extra controles, containers op landweggetjes. De vraag is of het echt helpt tegen terroristen die de grens over willen. Kijk maar hier in Alveringem, waar dat weggetje hier achter me afgesloten is. Waar je via deze weg hier nog steeds ongecontroleerd Frankrijk binnen kunt komen. En we hebben contact met correspondent Ron Linker over de regionale verkiezingen in Frankrijk. De tweede ronde. De eerste resultaten zijn binnen, als het goed is. Klopt, de eerste resultaten zijn binnen. Je weet het, het Front National ging aan de leiding in 6 van de 13 regio's in Frankrijk. Als de prognoses kloppen van de Franse publieke televisie, dan winnen ze er geen enkele. Marine Le Pen in Noord-Pas-de-Calais, Picardie helemaal in het noorden van Frankrijk tegen de Belgische grens, verliest. Verliest zelfs met meer dan 10% als deze eerste indicatie klopt. In het zuiden, haar nicht Marion Maréchal Le Pen verliest ook van Christian Estrosi. Dus het lijkt erop alsof geen van de regio's in Frankrijk in handen komt van het Front National. Dat is toch wel opmerkelijke uitslag. Als je kijkt naar de loop van vandaag, dan zie je dat al vroeg werd gemeld dat de opkomst hoog was. De hele week hebben we oproepen gezien van politieke leiders hier om naar de stembus te komen, om tegen het Front National te stemmen. Het lijkt erop alsof kiezers daar massaal gehoor aan hebben gegeven. Ja, want de opkomst was natuurlijk hoog. Welke consequenties heeft dit? Nou kijk, het is zo dat die regio's qua politieke macht niet zo heel veel voorstellen. Het gaat dus meer om de symboliek. Maar Marine Le Pen wilde van haar overwinning daar in het noorden van Frankrijk een soort springplank maken naar de presidentsverkiezingen die hier over 18 maanden worden gehouden. Ze wilde laten zien dat het Front National meer kon zijn dan alleen maar een protestpartij. Nou, als je deze voorlopige uitslag erbij pakt, dan lijkt ze dus weliswaar bij de eerste ronde te hebben gewonnen, maar bij de tweede ronde dus verloren te hebben. Het is zo, zegt men hier, dat de eerste ronde, dan stemmen de Fransen met hun hart. En in de tweede ronde stemmen ze met hun hoofd. Dus in de eerste ronde hebben ze een proteststem uitgebracht. In de tweede ronde zou je kunnen zeggen, op basis van deze eerste uitslagen, hebben ze niet gekozen voor het Front National. Ron, dankjewel. 3 jaar na de laatste zware aardbeving in Groningen worden de eerste huizen versterkt om ze meer bestand te maken tegen een aardbeving. Het gaat om 23 huurhuizen in de gemeente Loppersum. Voor kerst moet het weer klaar zijn. De operatie is simpel en tegelijkertijd ingrijpend. Deze huurhuizen worden ingepakt, krijgen nieuwe muren, een zwaardere fundering en als vergoeding voor de overlast een dak met zonnecollectoren, waardoor de gasmeter weg kan. Juist dat gas wat zoveel ellende veroorzaakt, daar willen we vanaf. Een week of 4 duurt de operatie. De bewoners kunnen in huis blijven wonen, zoals hij deed. Anderen gaan uit logeren. Hij is net als zijn buurvrouw blij met de aanpassingen, binnen en buiten. De kozijn ook, de buitenkant, de muur, alles is heel mooi. Er is veel onduidelijkheid over het versterken van de huizen. Over waar dat noodzakelijk is. De NAM vindt dat het moet gebeuren tot 10 kilometer rond Loppersum. Maar het gebied met aardbevingsschade is veel groter. Ook in bijvoorbeeld Hogezand, Zuidhorn en de stad Groningen scheurde panden. Verder is er onzekerheid over de aantallen. Er staan nu 23 huizen in de stijgers. Veel minder dan de 3000 die minister Kamp beloofde dit jaar te verstevigen. Onduidelijk is ook hoeveel er uiteindelijk worden versterkt. De NAM concludeerde na nieuw onderzoek dat 3.000 tot 10.000 huizen moeten worden aangepakt. Veel minder dan geschat. Ik blijf gewoon van mening, jongens, hou op over die aantallen. Laten we aan de slag gaan. Nou, je ziet dat nu in mijn gemeente. We zijn begonnen. En laten we dat vooral goed beetpakken. Zijn gemeente hoopt volgend jaar de huurhuizen te hebben verstevigd. Daarna komen panden van particulieren. Dit gezin is na de jaarwisseling aan de beurt. Of de rest allemaal gebeurt, weet ik ook niet, want geld is op een duur wel op, hè? Het versterken kost €120.000 per woning. In Rusland zijn bij een brand in een psychiatrisch ziekenhuis 23 mensen omgekomen. Alle slachtoffers waren patiënten. De brandweer had uren nodig om het vuur te blussen. Veel patiënten in de kliniek in de regio Voronezh konden niet zelf wegkomen. Toch lukt het nog om 50 mensen te redden. De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting. De kliniek was gehuisvest in een houten gebouw.
In Leipzig in Duitsland zijn bij rellen 69 politieagenten gewond geraakt. Ze werden aangevallen door linkse demonstranten die zich hadden verzameld om te protesteren tegen rechtse organisaties. 23 mensen zijn aangehouden. Veldloopster Shifan Hassan van 22 heeft de Europese titel gewonnen. In de tweede ronde liep de in Ethiopië geboren Nederlandse weg bij haar concurrenten, die het gat daarna niet meer konden dichten. Een andere Nederlandse deelnemer, Maureen Koster, kwam als negende over de streep. Historisch, een doorbraak, zo noemt bijna iedereen het klimaatakkoord dat gisteren in Parijs werd gesloten. Het leven zal er flink anders gaan uitzien, zeggen wetenschappers. Want de dagen van de fossiele brandstoffen zijn nu echt geteld. Nederland zal snel iets merken van de afspraken die in Parijs zijn gemaakt, is de verwachting. Elektrische auto's zullen een flinke impuls krijgen. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat uw volgende nieuwe auto al een stekker heeft. Voor Nederland betekent denk ik een paar dingen. Het eerste is, ik verwacht dat we nu versneld op zon en wind overgaan. Dus als we ook hier om ons heen kijken, een paar zonnepanelen. Ik denk dat het over 5 jaar veel en veel meer zal zijn. Alles gaat in een versnelling. En ik denk ook dat de discussie die net gestart is over de kolencentrales, dat die ook versneld het kabinet daar besluiten over gaat nemen om afscheid te nemen van de 5 kolencentrales in Nederland. Een flink deel van onze energie wordt nu nog geleverd door die kolencentrales. De petrochemische industrie in Rotterdam zal sowieso om moeten, zegt ex-TNT-topman Peter Bakker. Hij zet zich tegenwoordig in namens het internationaal bedrijfsleven voor het milieu. Fossiele bedrijven, de fossiele brandstofbedrijven, als die langer in business willen blijven, zullen ze nu moeten gaan investeren in die opslagtechnologie. Op grote schaal moeten gaan uitvoeren. Als ze dat niet doen, dan gaan ze out of business. Het KNMI, dat vlak voor de top met een klimaatwaarschuwing kwam, zegt het akkoord nog goed te moeten bekijken. Kerstballen, verlichting, sterren, kransen. We geven er jaarlijks al snel wat euro's aan uit. Dit jaar weer meer dan vorig jaar. Nederlanders zijn minder zuinig als het gaat om het kopen van kerstspullen. Het is wat anders dan een piek. Niks is te gek. Een paar witte takken als kroon op de boom in plaats van de traditionele piek. Alles kan dit jaar. Ik doe er deze keer een beetje rood bij. Ik heb een tak gekocht die we gaan versieren met andere dingetjes. We gaan voor bronskleuren en samen met parel. Geeft u er veel geld aan uit? Dat zie ik pas bij de kassa. Ik heb geen limiet erop staan dit keer. Zonder boom? Nou, euro of 60. Ik denk dat wij wel zo'n tussen 500 en 1000 euro gaan. Ik heb geen flauw idee, ik hoop niet te veel. Het verschilt behoorlijk per persoon, maar met z'n allen bij elkaar geven we in ieder geval weer meer uit dan vorig jaar. En weer bijna net zoveel als in 2007, voor de economische crisis. Hoeveel precies valt nog moeilijk te zeggen, maar de branche verwacht zo'n 170 miljoen euro. En wat je eigenlijk altijd ziet is, als het spannend is in de wereld en er gebeurt natuurlijk heel erg veel, dan wil je het thuis gezellig maken. Daarnaast is het zo dat er weer wat meer vertrouwen is in de economie. Dus deze twee componenten maken dat we het iets meer uitgeven. En dat geld gaat al lang niet meer alleen naar de boom. Het zijn juist de apartere dingen. Dus natuurlijk blijft een bal en die prijzen die blijven ook aardig stabiel. Maar wil je een mooi ornament of een mooie vaas of een mooi glaswerk, dan zie je dat daar meer geld aan wordt uitgegeven. Ja. Het mag allemaal weer wat kosten en wat gekker. Wie bijvoorbeeld geen zin heeft in een traditionele stal onder de boom, koopt gewoon een heel dorp. Het is populairder dan ze hier hadden verwacht. Deze draaimolen is al een tijdje uitverkocht. We gaan naar het weer, Marco. Staat je boom al? Ja, die staat zeker. Heerlijke gezelligheid. Overigens had je vandaag voor het gezellige die kerstboom niet nodig. Want het was buiten prachtig op veel plaatsen in ons land. Want in het zuiden viel wel wat regen en motregen. Maar deze foto is gemaakt in Hilversum. En daar was het gewoon heel rustig. Geen rimpeltje in het water. Een prachtige spiegel met een mooie lucht erboven. Nou, die bewolking in het zuiden begint langzaam weer wat naar het noorden te trekken. En dat betekent uiteindelijk dat het vannacht op de meeste plaatsen bewolkt is. Nu is het in het noorden van het land rond de 2 graden. Er zal niet veel meer van afgaan. En uiteindelijk als die bewolking daar binnen trekt, loopt de temperatuur ook weer iets op. Uit die bewolking kan hier en daar nog een spatje motregen vallen, maar dat stelt niet veel voor. En morgenochtend zou dat nog in het noorden van het land kunnen. Van het zuiden uit breekt de zon van tijd tot tijd door. En op de meeste plaatsen is het echt gewoon droog. Wordt het een graad of 8. Nou, die temperatuur hebben we ook op de dinsdag. Misschien een klein beetje regen, maar het stelt nog niet veel voor. De dagen daarna neemt de neerslagkans toe en wordt het vooral ook weer veel zachter. Kijk eens naar de donderdag. 13, misschien wel 14 graden.
Dit was de NOS Journaal met als belangrijkste nieuws. Volgens de eerste prognoses is het rechtspopulistische Front National er niet in geslaagd om in de tweede ronde de regionale verkiezingen in Frankrijk te winnen. Ze zouden in geen enkele van de 13 regio's hebben gewonnen. En straks Nieuwsuur. In Nederland is er discussie over goed werkende kankermedicijnen die niet worden vergoed omdat ze te duur zijn. In Engeland werken ze al langer met maximumprijzen voor nieuwe medicijnen. U ziet het om 10 uur, NPO 2. Fijne avond.